supermarkt in Nederland werden vanmiddag de droge kattenbrokken van fabrikant Spiller Petfoods uit de schappen gehaald. In totaal gaat het om 5 merken. Felix met droge blokjes, Tompoes variantjes, Professional 3-mix, Lucky Cat droge vleesblokjes en Albert Heijn huismerk 4-mix. Op grond van deze steekproef is het onderzoeksteam unaniem van mening dat het zeer waarschijnlijk is dat in de genoemde voeders een factor aanwezig is die polyneuropathie die bij deze katten heeft veroorzaakt. Dat zijn meer droge brokjes. Van een dierenarts. Ik bedoel, het hebben ze de afgelopen tijd van een duidelijk signaal. Zo vlot.